Welkom iedereen aan onze tweede dag voor onze herfstbijeenkomst. Aan mij de eer vandaag om jullie inderdaad met de opening, een kleine spirituele opening, tenminste dat hoop ik. Gisteren in rond het vuur waren we in het bos geweest. En vandaag wil ik jullie trakteren op een bezoek aan mijn tuin. Dus straks zie je iets in mijn tuin, maar dat wordt allemaal heel duidelijk. Nou, ik wens jullie een hele prettige middag. En we gaan beginnen met Xi. Vandaag gaan we een bezoek maken aan mijn achtertuin. En daar staat een prachtig appelboom. Die is nu helemaal vol met appels en die worden steeds groter en klaar voor de oogst. De eerste appels zijn al gevallen. Maar hoe komen we aan deze mooie appelboom? Deze appelboom was oorspronkelijk aan PFI gegeven als een cadeau na een van de conferenties. En die is geplant enkele jaren geleden. Dus Hedy kan nu zien hoe mijn boom... Het is een stuk groter geworden, maar ieder jaar krijg ik mooie appels. Hier zien we inderdaad in de maand september dat de appels groter worden en klaar voor de herfst zijn. Klaar voor onze oogst. Maar om zover te komen, roepen we heel vaak door het jaar de hulp van de goden. Godinnen en goden en natuurgeesten om onze tuinen, onze bomen ook te beschermen en te helpen met groeien. Vandaag wil ik ook aan jullie iets delen aan de drie matronen. En ik wil iets vertellen over de matronen die in ons land nog heel erg aanwezig zijn, maar worden vaak vergeten. Gegroet, o machtige moeders van ons allemaal. Jij die overvloed naar het land brengt. Gevers van alle vruchtbaarheid. Gevers van fruit en graan. Van kudde en tot kinderen van de stam. O grote moeders, we doen een beroep op jullie. Zegen ons dat we de kracht mogen vinden om de grond te bewerken, de rivieren te verzorgen en bescherm het land. We vragen dat jullie onze offering accepteren. Aan wij, aan jullie, ons allemaal, willen we ook iedereen bedanken. Drie die mij begeleiden. Drie die aan mijn zijde staan. Drie die met mij praten. Drie voor mij, achter mij en naast me lopen. Iemand die het verleden ziet, het verzamelen en de ervaring uit het verleden, ze uit te sorteren. Eén, leven in het heden, mij hier en vandaag advies geeft. Iemand die het zicht op de toekomst geeft, rekenen op wat mogelijk is en kan gebeuren. Matronen, bewaak mij en geef mij advies, zowel vandaag als gisteren en morgen. Blessed be. Hier zien wij de ode, of gedicht wat ik heb net opgelezen, is oorspronkelijk heb ik gevonden in het Duits. Daar zijn de drie matronen. Eén in het midden is vaak ook een ongetrouwd vrouw, of nog niet een moeder. Maar sommige vrouwen kiezen ook kinderloos te blijven.
en zijn in het Engels genoemd spinsters. En die waren ook inderdaad vaak bezig met spinnen en weven. Vandaar dat we soms inderdaad zien in het midden, en dat zullen we ook zien als ik inderdaad iets vertel over Nehelenia straks. Blessings at autumn equinox. Zijn er nog vragen over de opening trouwens? Nee? Jullie zijn bekend met de matronen van de rivieren, van de Maas, van de Rijn, van de Eifel. Alle grote rivieren die komen binnen van uit België. En afgelopen zomer is natuurlijk voor mij persoonlijk een hele beroep gedaan op de matronen in verband met alle overstromingen. Vandaar dat ik het gedicht heb gevonden. En dat was inderdaad door iemand uit Duitsland geschreven, enkele jaren geleden. Maar ik vond het zo passend dat de drie matronen eigenlijk ook bezig zijn met het verleden, toekomst en heden. Het doet me veel denken aan de Noornen. Ze geven natuurlijk uiteraard heel veel advies. Het probleem is dat de mensen niet luisteren. Maar dat is iets waar ik zei, nou, misschien is het tijd dat we wel naar de matronen luisteren. De drie grote moeders. Vaak zien we inderdaad als moeder, maart en kroon. Maar hier zie je inderdaad dat ze eigenlijk meer de moederkant. Kijk, zelfs een spinster, die is moeder in spe natuurlijk, maar ze heeft een iets andere rol. Maar wat je ziet met de matronen, die zijn clanmothers eigenlijk. Dus die zijn echt waar de mensen gingen voor advies. En zeker in Duitsland. En ja, dat heb ik ook in België. En dat zie je vaak nog langs de wegen. En soms ook bij kerken zie je inderdaad ook beelden van wat oudere vrouwen en zo. Maar dat vergeten we soms. We vergeten dat Maria ook die rol vervult. En je ziet er ook inderdaad van Onze Lieve Vrouw. Zie je bij de kerk. Daar hebben ze wel een hele goede in Maria als Onze Lieve Vrouw. En dat is echt de oude clanmother. Tenminste, zo beleef ik het wel. Want als ik problemen heb, dan, ik heb dat ook in Italië gezien. Dat je, de mensen gaan altijd naar de moeders en vaak bij een klein beekje of hoe noem je dat, een well. Maar de matronen zijn eigenlijk altijd aanwezig, alleen zijn we gewoon vergeten of we zijn gewoon niet van bewust. En daarom vind ik het leuk om nu iets over Nehelenia te vertellen. Want in een zekere zin is Nehelenia ook voor heel veel jaren vergeten. Maar de laatste jaren is het daar ook meer aandacht aan besteed. I just have one more question. Do you know if there were ever any depictions of them? Because now all the depictions that I've seen is like frontal, right? So all three of them. Were there ever any different kinds of... were they ever depicted differently? Ik heb begrepen. Ik was laatst in Tongeren. Heb ik een foto? Ik heb wel een foto genomen. Daar waren ze ook aanwezig. Bij de Begijnhof zie je ze ook. En ze zijn herkenbaar. Het gekke is, ze zijn herkenbaar met een hele grote soort hoeden. En dan denk ik meteen aan de dames van Toren. De stiftdames. En die hebben ook zo'n grote hoed. Dus ze zijn wel herkenbaar, maar je moet wel weten waar je moet zoeken. Maar in Tongeren heb ik ze ook gevonden. Maar dat is inderdaad ook de oudste stad van België. En is ook eigenlijk gesticht door de Romeinen. Dus de Romeinen waren heel goed om de matronen te herkennen. En hebben veel aspecten ook natuurlijk weer Hera of Hestia. Echt vrouwen van de haard, van de keuken. Dus de Romeinen waren erg goed om te zeggen, kijk, die hebben we nodig. Dan komt de Nehelenia in beeld. Dat zie je inderdaad. Het is altijd, het is daar, maar het is gewoon voor ons niet altijd
meteen herkenbaar. Daarom zeg ik over, als je iets ziet aan een godin met een hele grote, het lijkt een beetje een halo, dan denk je, ach, dat is een soort heilige, maar dat is het niet. Het is echt een hoed.